Goedenavond. Na dagenlang onderhandelen heeft de Vlaamse regering vanavond een klimaatakkoord bereikt. Sommige ziekenhuizen stellen medische ingrepen weer uit om de zorg voor coronapatiënten aan te kunnen. En in de groepsfase van de Europa League speelt Racing Genk 2-2 gelijk tegen het Engelse West Ham. Welkom. Vanaf 2029 zullen nieuwe auto's in Vlaanderen alleen nog elektrisch mogen rijden. Dus niet meer op benzine of diesel. Het is een van de opvallende maatregelen uit het nieuwe klimaatplan van de Vlaamse regering. Na een hele dag onderhandelen is daar vanavond een akkoord over bereikt. Vlaanderen moest een tandje bijsteken om zijn uitstoot van broeikasgassen in te perken. Het zou anders zijn eigen doelstelling niet halen om over 9 jaar, tegen 2030 om precies te zijn, 35% minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 2005. Met het nieuwe plan wordt het doel wel gehaald en zelfs verbeterd. Dat zegt minister van Energie Zoël Demir. Het klopt dat Europa een veel hogere doelstelling heeft vooropgesteld. Wij hebben onze doelstelling wat aangescherpt. U weet dat wij komen van 35%. Wij gaan nu naar 40%. En heel belangrijk is dat er maatregelen aan gekoppeld zijn. En het is nu een kwestie om daaraan te beginnen. Want in het verleden hebben we eigenlijk veel te weinig broeikasreductie kunnen realiseren. Maar het is goed dat er nu maatregelen aan gekoppeld zijn. En bij ons in de studio Bart Verhulst. Ja Bart, je hebt de onderhandelingen de voorbije dagen intens gevolgd. Minister Demir heeft het hier over maatregelen. Welke maatregelen bedoelt ze juist? Het gaat over 40 maatregelen in 4 sectoren. Vervoer, gebouwen, landbouw en industrie. Zeg maar de sectoren waar Vlaanderen iets te zeggen heeft als het over de uitstoot gaat. Maatregelen voor zware industrie en luchtvaart bijvoorbeeld zitten hier niet in, omdat hun uitstoot Europees geregeld wordt. Laten we beginnen met transport, vervoer en dan hebben we het over auto's. Vanaf 2029 dus nieuwe auto's alleen nog elektrisch. Al kan het ook nog later zijn, want de voorwaarden moeten daarvoor eerst vervuld zijn. Dat gaat dan over, er moeten genoeg laadpalen zijn, er moet genoeg elektriciteit zijn om mee te beginnen natuurlijk. Er moet ook genoeg aanbod zijn aan elektrische auto's natuurlijk. Voor tweedehands auto's komen er geen regels. En wat er niet komt ook, is die slimme kilometerheffing, waarbij je dus geen verkeersbelasting meer betaalt, maar wel per kilometer betaalt dat je rijdt en natuurlijk meer zou gaan betalen in de spits. Er is heel veel discussie over geweest, al heel lang, maar dat komt er dus niet. We hebben natuurlijk heel wat discussies gehad binnen de regering. Daar is de keuze gemaakt van, kijk, wij gaan voluit voor die technologie van emissievrije wagens, elektrische wagens. Je hebt natuurlijk nog een kilometerheffing voor vrachtwagens. Die zullen we ook wel aanscherpen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar daarnaast, heel belangrijk in heel het klimaatverhaal, en dat wordt vergeten, is natuurlijk het verhaal van de fietsinfrastructuur, de fietsostrades ook. De Vlaamse regering heeft ook beslist, samen met Lydia Peters, om daar jaarlijks 300 miljoen in te investeren. Want ook die modal shift van de wagen naar de fiets is cruciaal. Maar daarvoor heb je natuurlijk een goede fietsinfrastructuur nodig waar we ook de juiste middelen hebben voor vrijgemaakt. Goed Bart, dat dus voor wat betreft het verkeer en voor wat betreft de auto's. Maar wat is er juist beslist voor mensen die een huis willen kopen of die dat willen verbouwen of bouwen? Wel, laten we beginnen bij bouwen, nieuwbouw. Vanaf 2023, en dat is dus over goed een jaar, zal bij nieuwbouw verplicht een hybride warmtepomp moeten geïnstalleerd worden. Een warmtepomp die dus kan draaien op elektriciteit en gas nog. Vanaf 2026 zal er dan gestopt worden volledig met de aansluitingen van gas. En dan is het dus de bedoeling alleen nog elektrisch via die warmtepompen. Voor wie een huis koopt, waar de warmte door ramen en deuren naar buiten gaat, komt er vanaf 2023 ook al, dus ook al over dik een jaar, de verplichting om binnen de 5 jaar renovatiewerken uit te voeren om dus energiezuiniger te worden. Dat is dus al over een jaar en minister Demir beseft dat dat geen makkelijke maatregel is.
We zeggen niet van ja, dat moet met een dakisolatie of dat moet met warmtepomp of met zonnepanelen enzovoorts. Je kunt dat doen via verschillende technieken. Maar vooral isolatie in zulke gevallen is natuurlijk wel cruciaal. En we gaan dat ook flankerend doen. Daar komt een sowieso premies voor bijvoorbeeld dubbel glas, isolatie enzovoorts. Maar ook een renteloze lening van 20.000 euro. Ja, nog even erbij zeggen dat je zal moeten renoveren tot een bepaald niveau. Voor de kenners het EPC-energielabel D. Maar wie nog beter wil doen, wie dus A, B of C wil halen qua energielabel, dus heel energiezuinig, komt er zelfs een lening met een negatieve rente, waarbij je dus eigenlijk geld krijgt van de overheid om te lenen en om dus je renovatieprojecten op te starten. En ook voor sommige verhuurders zullen er strengere normen komen. Oké, goed. Laten we het dan ook nog over de landbouw hebben. Experten die hadden gezegd, ja, we zouden minder vee moeten hebben, want dat vee dat zorgt voor die broeikasgassen. Dus als we minder vee hebben, kunnen we de broeikasgassen inperken. Komt er dat ook? Niet als dusdanig. De sector krijgt wel strengere normen opgelegd. 10% meer inspanning om broeikasgassen te verminderen. En staat er in het akkoord, desgevallend is dat met een kleinere veestapel. Dus wat er eigenlijk wordt gezegd is niet rechtstreeks, u moet het doen met minder koeien, beste boeren. Maar misschien zal dat in de praktijk wel het gevolg zijn door die strengere normen die gehaald moeten worden. Voor de industrie komt er ook een aardgasheffing. En die moet er dan voor zorgen dat voor opbrengst zorgen zodanig dat de factuur voor gezinnen verlaagd kan worden. Oké, Bart. Tot conclusie, er is dagenlang onderhandeld over dit akkoord. Is het nu een goed akkoord? Ja, de regering zegt natuurlijk van wel. Dit is haalbaar, betaalbaar en krachtig, al wat je maar wil. De oppositie zegt uiteraard na een eerste lezing van niet. Oppositiepartij Vlaams Belang noemt het akkoord asociaal. PvdA spreekt zelfs over pestbeleid. Oppositiepartij Vooruit zegt ja, dit treft vooral de gewone mensen. En voor Groen volstaat dit niet en heeft, ik citeer, de olifant een lelijke muis gebaard. Ik denk dat veel vooral er zal van afhangen van hoe al die plannen nu concreet in de praktijk gebracht zullen worden. Want daar heeft het in het verleden wel al eens vaak een slok op de borrel gescheeld en is het ook al eens vaak misgelopen. Oké, de tijd zal het uitwijzen. Dankjewel, Bart Verhulst. De minister Demir zal dus nu zaterdag naar Glasgow vertrekken met het Vlaamse klimaatplan. Daar vindt sinds 4 dagen de internationale klimaatconferentie plaats. En als alle beloftes die tot nu toe zijn gemaakt op de klimaatconferentie worden gerealiseerd, dan warmt de aarde op met 1,8 graden. Zo zijn 100 landen overeengekomen om de methaanuitstoot te verminderen met 30%. Methaan is een heel sterk broeikasgas. En ook al zijn we nog niet aan de beoogde 1,5 graad opwarming, toch is die 1,8 graden volgens directeur Fatih Birol al een uitstekend resultaat. Want voor de conferentie werd nog uitgegaan van een opwarming met 2,7 graden. If all the pledges on carbon neutrality and the methane pledges were to be fully implemented, we would have a temperature increase trajectory which is 1,8 degrees Celsius. This is excellent. Vandaag kwam ook nog de belofte van 46 landen om op termijn te stoppen met het gebruik van steenkool. Dat staat momenteel in voor 1/3 van de wereldwijde energiebehoeften, maar zorgde ook voor meer CO2 dan olie en gas. Today, I think we can say that the end of coal is in sight. The progress we've seen over the past 2 years would have seemed like a lofty ambition when we took on the COP presidency back in 2019. Who would have thought back then that today we're able to say that we're choking off international coal financing, or that we would see a shift away from domestic coal power? We zien het weer vollopen. We hebben een heel zware zomer achter de rug. En dan nu eigenlijk voelen we terug dat er een nieuwe golf aankomt. Dat maakt me wel wat zorgen. En deze verpleegkundige is niet alleen. Verschillende Belgische ziekenhuizen trekken aan de alarmbel. De stijgende coronacijfers hebben opnieuw hun weerslag op de afdelingen intensieve zorg. Daar liggen nu alles samen 343 patiënten. En dat is het hoogste aantal sinds begin juni.
Sommige ziekenhuizen moeten nu al maatregelen nemen. Er worden bepaalde operaties uitgesteld omdat er te weinig lege bedden op die afdeling intensieve zorg overblijven. De afdeling intensieve zorg in het Hasseltse Jessa ziekenhuis. Het aantal bedden voor covid-patiënten werd hier al verhoogd, maar de afdeling ligt bijna vol. In ons ziekenhuis gaat het momenteel niet zo schitterend, gezien we in fase 1a zitten. Dat betekent dat we moeten opschalen naar 12 intensieve bedden, waarvan er nu al 9 bezet zijn. En dat heeft gevolgen. Bedden die voorbehouden worden voor covid-patiënten, dat betekent minder bedden voor andere patiënten. Ingrepen moeten worden uitgesteld. De voorbije 2 weken hebben we de capaciteit van onze operatiezaal met ongeveer 10% moeten verminderen. En vanaf morgen gaan we naar een vermindering van de capaciteit met 20%. Dus 1 op de 5 operatiezalen gaat gesloten worden. Volgens het UZ van Gent is die voorrang niet meer te verantwoorden. Zeker omdat vele coronapatiënten niet gevaccineerd zijn. Dat maakt het inderdaad nog wat moeilijker om te verkopen, ook naar het personeel toe. Dat is dat de grote meerderheid van de patiënten met COVID die op intensieve zorg terechtkomen, inderdaad nog altijd patiënten zijn die eigenlijk met een eenvoudige prik dat hadden kunnen vermijden. Iedereen zal de basiszorg sowieso verkrijgen. Maar we gaan geen voorkeurbehandeling meer voor deze groep instellen ten opzichte van de andere patiënten. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich intussen grote zorgen over de toenemende hoge coronacijfers in Oost-Europa en Centraal-Azië. Vaccinatie en maatregelen zoals mondmaskers zijn de belangrijkste wapens tegen de verspreiding van het virus. Dat zegt directeur Hans Kluge. Als de besmettingen blijven stijgen zoals ze nu doen, dan is hij bang voor veel coronadoden in de regio. According to one reliable projection, if we stay on this trajectory, we could see another 500,000 COVID-19 deaths in Europe and Central Asia by the 1st of February next year. In 12 jaar tijd is het aantal dronken mensen op spoed gevallen, alvast in de Leuvense ziekenhuizen, met de helft toegenomen. Dagelijks liggen er zo'n 5 tot 10 dronken patiënten. Studenten, zal u misschien denken, maar dat klopt niet helemaal. 10 tot 29-jarigen maken slechts 30% uit van het totale aantal patiënten. Als we kijken naar het grootste aantal, dan zijn dat eigenlijk de 40 tot 59-jarigen. Dat zijn het grootste aantal patiënten die binnenkomen met een alcoholintoxicatie. Dat zijn ook de patiënten die het hoogst alcoholwaarde in hun bloed hebben, als we dat gaan meten. En dat zijn ook de mensen die repetitief binnenkomen, die dus meerdere keren op spoedgevallen binnenkomen, als we dat bekijken over die 12 jaar. Steeds meer vrouwen laten hun eicellen invriezen, zodat ze later zwanger kunnen worden. Het UZ Brussel begon er in 2009 mee. En dit jaar hebben al 244 vrouwen hun eicellen ingevroren. Ze zijn gemiddeld 35 jaar, niet altijd alleenstaand. En slechts 1 op de 10 gebruikte eicellen later ook effectief. En wie vandaag ging tanken, heeft mogelijk even moeten slikken. Want de prijzen van benzine en diesel staan op een recordniveau. De prijs van benzine 95 is met 3,1 cent gestegen naar €1,764 per liter. En diesel is nu zelfs duurder dan benzine. Door een stijging met 4,3 cent betaalt u nu €1,768 per liter. En dan heb ik ook sportnieuws in de Europa League voetbal. Heeft Racing Genk vanavond 2-2 gelijk gespeeld tegen het Engelse West Ham. Het was een boeiende wedstrijd met veel kansen. West Ham leek de wedstrijd naar zich toe te trekken, tot Genk in het slot, dankzij een Engelse own goal, toch weer gelijk maakte. Genk heeft nog nooit gewonnen tegen een Engelse ploeg, maar tegen West Ham neemt het wel een blitstart. Ito met een perfecte paas op Painsel en met een gekruist schot zorgt hij voor de 1-0. Een droomstart voor Genk dat enkele keren dicht bij de 2-0 is. Onuachu krijgt hier bijvoorbeeld een kopkans. Dit werkt hij normaal beter af. En ook Ito trapt hier niet goed. Zijn trainer vloekt. Dat breekt Genk bijna onmiddellijk zuur op. Eerst pakt Van de Voort uit met een knappe redding. Even later voorkomt Rosowski met een ultieme schuiver, de gelijkmaker. Die valt na een uur dan toch. Benrahma krijgt te veel ruimte. Nu is Van de Voort wel geklopt. De 1-1 gaat door zijn benen. Genk heeft veel energie gebruikt en is moe. West Ham profiteert. Daar is Benrahma weer en weer door de benen van Van de Voort. 1-2. Genk lijkt verslagen, maar dan valt Preciado nog één keer aan.
De voorzet en de goal! De goal! De goal! Racing Genk, hij is zege op 2-2. 2-2 en zo pakt Genk alsnog een punt. En in de Conference League, dat is een trapje lager dan de Europa League, heeft AA Gent 1-1 gelijk gespeeld tegen het Servische Partizan Belgrado. De wedstrijd breekt pas in de tweede helft open. Urošević zet Partizan na 65 minuten op voorsprong met deze heerlijke plaatsbal. Maar Gent blijft niet bij de pakken zitten. De ingevallen Tisoudali brengt de Buffalo's verdiend op gelijke hoogte. 1-1. En zo blijft Gent leider in zijn groep en is het al zeker van Europees overwinteren. Partizan is tweede en volgt op 3 punten. Wat gebeurt er wanneer je een modeontwerper laat samenwerken met een juwelenontwerper, een DJ of een fotograaf? Dat is de insteek van A-Part. Het Modemuseum in Antwerpen vroeg creatieve duizendpoot Balogi om 20 duo's te vormen. In evenveel winkels tonen zij vanaf vandaag hun creaties. Het zijn 20 bijzondere creaties geworden. Zo werkte modeontwerpster Nathalie Vleeshouwer samen met parfumhuis Miglo Fragrance om een eigen parfum te ontwerpen. En mocht ontwerpster Meriel Rogge het doen met onder andere DJ Lefto. Uit hun brein kwamen deze petten en hemden. Het is muzikant Balogi die de duo's bij elkaar bracht. Ce qui m'a motivé dans la sélection, c'est d'avoir des que les designers sortent de leur zone de confort et par extension qu'ils rencontrent des artistes avec lesquels je trouvais qu'il y avait des affinités, qu'il y avait des parcours identiques. Je pense directement à une collaboration comme Walter van Berdonk avec le photographe Mouslam Rabat. Die laatste dook in de kleerkast van Walter van Beirendonk trok ermee naar Marokko en kwam terug met een reeks foto's waar de ontwerper dan weer mee aan de slag kon. Ik vond het tof. Ja? Ik weet niet wat jij het vond. Maar... Ik vond het tof en ik kende Moes zijn werk al langer. En ik heb ook heel veel likes gestuurd en veel hartjes gestuurd, denk ik. En dan beginnen te werken. En ik vond het heel fijn. De samenwerking tussen de zussen achter het denimmerk van Saint-Jacmin en juweelontwerpsters Wouters en Hendricks resulteerde dan weer in originele sieraden. Achteraf gezien denk ik, dat geeft u zo'n boost. Je kunt ideeën delen en ook al is dat geen kleren en is dat iets nieuws voor ons, toch merk je dat creativiteit kun je op alles toepassen. Balogi wist zelfs modeontwerper Raf Simons te strikken, die samen met keramist Pieter Stokman zijn reeks kommen ontwierp. Alles is nog te bewonderen en eventueel te kopen tot 20 november. Dan heb ik nog het weer. We hebben een wisselvallige herfstdag gekregen met buien die van noord naar zuid trokken. Ook vanavond en vannacht zijn er nog buien, vooral dan in het westen en het centrum van het land. Lokaal kan er nevel of mist ontstaan en dat alles bij minima tussen 3 en 8 graden. Morgen zijn nog een paar buien mogelijk, al zijn ze wat minder intens dan vandaag. De wind waait matig en dat bij maxima tot 12 graden. En wij gaan eruit met een bijzonder optreden van de Ierse dansgroep Riverdance. En dat op de wereldtentoonstelling in Dubai. Om het publiek in het Midden-Oosten te bekoren, heeft de Ierse dansgroep voor het eerst Arabische invloeden in haar voorstelling verwerkt. En voor wie er echt bij wil zijn, het is nog niet te laat, want Riverdance treedt nog de hele maand op tijdens de expo in Dubai. Of je kan natuurlijk ook gewoon vanuit je zetel met ons meegenieten. Nog een heel fijne avond. Tot ziens. Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.